Goedemorgen, een hele vroege morgen. Want vandaag is de zesde MVO-dag. We hebben zes prachtige projecten. Ga je mee? We zijn op weg naar Nuenen, naar het dorpsboerderij Weverkeshof. Deze kinderboerderij die heeft geen subsidie vanuit de overheid of vanuit de gemeente. En dus ja, daarom sprak het mij aan en het was het ook wel een heel warm gevoel toen we hier kwamen. Van laten we eens een keer hier iets doen, omdat deze zeg maar helemaal draait op vrijwilligers. We zijn hier bij het Ronald de Tongershuis in Veldhoven. Laten we zelf even kijken wat we aan het doen zijn. Op je mee? Nou, we zijn nu een familieschommel aan het installeren. Dus het idee dat daar ouders met hun kinderen op kunnen gaan zitten. Het is een schommel waar vier personen op kunnen gaan zitten. En ja, die zijn we nu aan het monteren. En je ziet, hij is al eigenlijk al bijna klaar. Dus het gaat best wel snel, moet ik zeggen. MVO-dag voor ons betekent dat er mensen over de vloer komen die het normaal niet komen en de hele zaak op stel te zetten. Dat is wat er gebeurt. Ja. Ik kan verwachten de helft en dan de rest doen we allemaal zelf al. Maar als dit tempo aangehouden wordt, dan zijn ze 's middags om 5 uur rond. En wat ruik ik? Heerlijke pannenkoeken. Voor mij betekent het één dag inzetten voor de maatschappij. Ik kom zelf uit dit dorp, dus ik ben heel blij zeg maar, dat ik een project heb mogen aandragen. En dat het ook uiteindelijk een gerealiseerd project is. Mensen zijn vaak binnen, eigen familie. En nou is het een ander moment dat ze een keer naar buiten kunnen met andere mensen een praatje maken. Ja, op een ander moment andere zorgen zeg maar, voor de mensen. Ja, die mensen zijn hartstikke gelukkig. Ze begonnen zelfs al sommigen al te huilen omdat ze ja, het zo leuk vonden om met iedereen op pad te gaan. En de begeleiding is 1-op-1. Dus die kunnen gewoon lekker kletsen met die mensen. Met ons als Reina's Roval medewerker en de rest. Dus dat is hartstikke leuk voor die mensen. Gewoon ja. Alleen om te zien dat ze zo blij zijn. Maar wel leuk geweest, ja echt. We gaan naar Deurne toe. Het hofje van Marijke. Ze waren heel erg blij dat er vandaag iets georganiseerd werd en dat ze zien dat hun gemeentehuis, een buurthuis zeg maar, dat onder handen wordt genomen en dat het weer een gezellig nieuw fris tintje krijgt. Fantastisch. Dit zijn initiatieven wat een bedrijf zelf bedenkt, waar zij stichtingen mee in dit soort geval het Hofje van Marijke geweldig mee op weg. We zijn nu onderweg naar ons kantoor in Helmond. Daar zijn we al de voorbereidingen betreft gezellig met elkaar af te sluiten met een hapje en een drankje. En natuurlijk even de beelden van alle projecten gezamenlijk te kijken.